favoriete voetballer of iemand anders. Nee, we zijn hier in de naam van Jezus. Dat is toch het meest wonderlijke ooit, mensen. Amen? Halleluja. Ik wil eigenlijk wat met jullie delen. Ik had een boodschap voorbereid over Jacob en zijn vrouwen, Lea. En er zitten wat hele mooie lessen in. En die had ik eigenlijk bereid om met jullie te delen. En die heb ik tot vannacht 1:30 ben ik bezig geweest met die boodschap. Maar gisteravond gebeurde er eigenlijk iets. En dat heb ik al eens vaker als ik deze kant op kom. Dat er iets gebeurt. En ik weet het niet wat dat dan is. Maar of dat ligt dan aan mij, maar ik denk het niet. Ik denk dat het aan jullie ligt. En weet je waarom dat aan jullie ligt? Dat zal ik lezen. Dat staat in Johannes 3, vers 8. De wind waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Zo is het met jullie. Jullie zijn uit de geest geboren. Weet je, en de geest woont in jullie. En daarom, omdat jullie zo zijn, omdat dat jullie positie is, gaat de wind waarheen die wil. En als spreker voor zo'n groep is dat af en toe ontzettend moeilijk. Snappen jullie dat? Nee, dat is spannend. En dat is uitdagend. Alleen weet je wat het bijzonder is? Ik voel een andere spanning. Ik voel niet een spanning dat ik denk van doe ik het voor jullie goed. Ik voel een spanning, doe ik het voor de Heere goed. Hoor ik de stem van de Heere goed, ook deze ochtend. Hoor ik de stem van de Heere goed om de woorden te spreken tot jullie die jullie nodig hebben. Ik sta hier niet voor mezelf. Ik sta hier niet voor Living Waters. Ik sta hier alleen maar voor Jezus. En jullie zijn volgelingen van Jezus. En ik verlang de zonen dat jullie krijgen deze dag wat jullie nodig hebben om te leven voor Jezus. Amen. Gisteravond waren mevrouw en ik, hadden de kinderen op bed gelegd en gingen we aanbidden. We hadden wat aanbiddingsmuziek aangezet en we stonden te aanbidden in de woonkamer. En toen werd Salome werd wakker, of tenminste die kon niet slapen. Dus die was een beetje huilerig en Annemarie ging naar haar toe. En ik was eigenlijk een beetje op de stoel gaan zitten en ik dacht bij mezelf van handen niet bij. En ik denk ik ben niet aan het aanbidden voor Annemarie. Dus ik betrapte me eigen op een gevaar. Dus ik ging verder, in mijn eentje. Dus ik stond de muziek en stond met mijn handen in de lucht. En ik was de Heer aan het grootmaken en aan het zingen. En ik was aan het danken voor wie de Heer Jezus is. En dat ik mag weten dat ik een nieuwe schepping ben. En de Heer kwam. En de Heer openbaarde mij en zei, Johannes, de boodschap die ik op je hart heb gelegd, dat gaat hem waarschijnlijk morgen niet worden. Ik denk, no way, Heer. Niet weer. Hij zegt, nee, ik heb wat anders voor mijn kinderen. En de vorige keer, toen brak het zweet me uit. Toen dacht ik van, nee Heer, dat kan echt niet. Maar wat ik toen ervaren heb, is denk ik hetzelfde als jullie toen ervaren hebben. Als de geest het doet. We staan hier niet voor onszelf. We willen allemaal de geest volgen. We willen allemaal Jezus volgen. Daarom zijn wij hier. Daarom zijn wij hier. En daarom mag ik hier staan. Niet omdat ik toevallig wat weet of dat ik wat geleerd heb. Nee, we staan hier omdat iedereen zo zijn positie heeft in het lichaam. En dat we zo Jezus mogen volgen. En toen ik dus gisteravond aan het bidden was, toen was net of dat de Heer Jezus tegen me zei, of de Geest tegen me zei, leer mijn kinderen de eenvoud van het evangelie. Leer ze wat hun identiteit is. Leer ze, zodat ze kunnen wandelen, waar ze ook staan, waar ze ook dienen, waar ze werken, waar ze op school zitten, maakt niet uit, dat ze staan als een geliefd kind van God in hun identiteit. Dat is net als dat de Heer dat tegen me zei. En ik zei tegen de Heer, maar dat heb ik helemaal niet voorbereid. Ik heb iets anders. Ik heb iets anders. Ik heb lessen over emoties en hoe we daarover. Nee, leer ze wie ze mogen zijn in mij. En toen ik vanochtend dat bij de Heer bracht, zei ik, Heer, maar dan moet u dat ook gaan doen door mij heen. Ik heb niet meer de tijd om het voor te bereiden. Ik heb niet meer alle bijbelkennis paraat, dat ik precies weet welke bijbeltekst waar, zodat ik jullie precies kan leren. Zo, dit staat hier en hier in de schrift. Heb ik niet. Dus ik sta hier eigenlijk met lege handen, maar ze zijn rijkelijk gevuld. Waar ik eerst mee wil beginnen met jullie is het evangelie. Begrijpen wij het evangelie? Snappen wij het evangelie echt? Want als wij het evangelie echt begrijpen, dan weten we dat God voor ons is en dat er niemand tegen ons kan zijn. Weet je, dan kan je het slagveld oplopen in de wetenschap dat God met je is.
Dan snap je werkelijk het evangelie. Als je werkelijk gestorven bent aan jezelf, dan snap je het evangelie. Wat is dat evangelie? Ik ga het aan jullie uitleggen. En het is echt goed om ook aan jezelf te raden te gaan. Stel je voor, als je op straat bent, of je komt een collega tegen, of een vriend, of iemand anders, en je moet hem het evangelie uitleggen. Wat zeg je dan? Ik ga naar de kerk, ga je met me mee? Ik volg Jezus. Ik geloof in Jezus. Wat zeg je tegen die persoon over het evangelie? Snap je de diepte van het evangelie? En wat ik hiermee bedoel te zeggen is, ja, wij geloven in Jezus, maar dat doet de Satan ook. Ja, wij volgen Jezus, maar er zijn heel veel mensen die Jezus volgen voor zijn wonderen en tekenen. Maar volgen wij Jezus om wie hij is? Om wat hij gedaan heeft voor ons? Snappen wij ten diepste wat hij getransformeerd heeft in ons? Snappen we dat? Wat is er gebeurd? De almachtige God, de Alfa en de Omega, die het begin was en het einde, had een groot plan. Wat was dat plan? Hij schiep de hemel en de aarde. In 6 dagen. 6 dagen schiep hij de hemel en de aarde. En op de 6e dag schiep hij de mens. En hij gaf de mens, gaf hij de autoriteit om te regeren over zijn schepping. En waarvoor heeft hij die schepping gemaakt? Voor zijn zoon. In Hooglied staat dat. Zijn zoon. Die speelde voor het aangezicht. Daar schiep hij de hemel en de aarde voor. Niet voor ons als eerste doel. Niet voor de vogels, niet voor de natuur. Hij schiep het voor Jezus. En dat lezen we in Johannes 1. Belangrijke tekst. Leer hem uit je hoofd. Ik zal hem oplezen. Daar staat, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is er geen ding gemaakt wat gemaakt is. Wie is het woord? Dat is Jezus. Jezus is het woord. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is er geen ding wat gemaakt is. Het woord. Dat is de bron. De bron is Jezus. Snappen we dat vandaag? Snappen wij ten diepste dat we hier zijn, niet voor elkaar, niet voor de aanbidding, niet voor, noem het maar op, we zijn hier voor de bron. Jezus. Als je hierover twijfelt, als je twijfelt of dat je zegt van, is die bron wel voor mij? Ik weet het niet. Reken er voor eens en voor altijd voor goed voor af. Want wat staat er in vers, Johannes 3 vers 15? Want op een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij hebben eeuwig leven. Waarom? Omdat we mogen geloven in de bron. Welke bron? De bron van hemel en aarde, de schepping, het heelal, van alles. Dat is de bron. Maar wat is er gebeurd? Jezus kwam naar deze aarde. De mens is gemaakt op deze aarde. En wij zijn gevallen in zonde. Wij zijn misleid. Wij zijn misleid door Satan. Satan had een plan. En Satan had een geniaal plan. Het is een master van plannen maken. Ongelooflijk. Want hij wist, als ik de eerste heb, dan heb ik alles wat erna komt. Wij, Adam en Eva, hebben hun autoriteit weggegeven. Hun moesten regeren over de aarde. Dat was wat God ze gegeven had. Maar wat gebeurde er? Ze waren misleid en ze hebben hun autoriteit aan de Satan gegeven. We hebben verloren. Dat is wat er gebeurd is. We zijn gevallen in zonde. En we hebben onze autoriteit weggegeven. En vanaf dat moment regeert de leugen. Vanaf dat moment zijn we als mensen gaan we gebukt onder de zonde. En wat is dan het evangelie, zeg je? Dan gaan we verder. Mozes, die bracht de wet. Maar de wet maakte niet zalig. De wet veroordeelde ons. Die liet ons alleen maar zien waar we zondig zijn. En toen kwam Jezus, de Zoon van God. In het moment van de tijd, de perfecte timing, kwam Jezus. De Romeinen heersten in Jeruzalem. De Farizeeën hadden autoriteit over de geestelijke wereld. En Jezus kwam daar. En hij doorbrak elke grens. Amen.
Hij doorbrak elke grens. De grenzen van ziektes, hij genas. De grenzen van genezingen, wonderen, tekenen. Alles in het zichtbare. Alle natuurwetten. De storm werd gestild. De zee werd vlak. Hij verbrak alle natuurwetten. Maar dat was niet waarvoor hij kwam. Hij verbrak alle geestelijke wetten. Want wie kwam hem opzoeken? De Satan persoonlijk. Wie wilde hem verleiden? Want de Satan wist, als ik Jezus kan verleiden, dan heb ik alles tot een eeuwigheid. Maar halleluja, Jezus is niet verleid. Hij hield stand. Elke leugen die op me afkwam, belegde die met het woord. Want in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat was wie Jezus was, het woord. En Satan had geen autoriteit over het leven van Jezus. En hij ging daar als een vrijheidsstrijder door de wereld. En hij nam de autoriteit voor zichzelf? Nee, tot eer en glorie van zijn vader. En toen ging hij naar het kruis. Hij wist, ik moet één ding doen. En dat is de dood overwinnen. En als ik de dood overwonnen heb, dan zijn mij de sleutels gegeven van alles. Jezus is zelfs al in het dodenrijk gegaan. En hij is aan het kruis gegaan. En wat is er aan het kruis gebeurd? Cruciaal om te weten waar jouw identiteit zit. Cruciaal. Aan het kruis is Jezus gestorven. En jij. En ik. Wij zijn aan dat kruis gestorven. Wij hingen daar een Golgotha. En toen Jezus de dood in ging en uit de dood opkwam, toen zijn we ook uit de dood opgekomen. Ieder mens die in Jezus gelooft, die zijn naam beleidt, die gedoopt is, is een nieuwe schepping. Dat is onze positie. Dat is wie wij zijn. Wij zijn gekocht door het bloed van Jezus. En Jezus was nog 40 dagen op de aarde. En toen ging hij heen naar de Vader. Zat hij aan de rechterhand van de Vader. En wat gebeurde daarna? De uitstorting van de Heilige Geest. Wij leven in het genadetijdperk. Na de uitstorting van de Heilige Geest. En de Heilige Geest woont in ons. In jou, in jou, in jou. Daar woont de Heilige Geest. Amen? Dit is wie wij zijn. Dit is het evangelie. Als je iemand tegenkomt die zegt, waar geloof je in? Dan zeg je, ik geloof in God de Vader, die zijn zoon gezonden heeft, om mij te verlossen van mijn zonde. Die tot in de dood is gegaan voor mij. Hij heeft mij gekocht met zijn bloed. Hij is opgestaan, hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft zijn geest uitgestort om in mij te wonen. Waarom? Zodat mijn geest zal getuigen met zijn geest, dat wij kinderen van God zijn. Wij zijn kinderen van God. Weet je, en dat heeft hij niet voor niks gedaan. Jezus heeft deze prijs niet voor niks willen betalen. Hij had een doel. Hij had een doel met jou. Hij had een doel met ons. En wat was zijn doel? Wat was zijn doel? Het doel was dat een ieder die in hem gelooft, de Vader zal verheerlijken. God moet en zal verheerlijkt worden tot in eeuwigheid. Dat wij levende tempels worden. Dat wij aanbidders worden. Dat wij Jezus groot maken en dat we daardoor de Vader groot maken. Dat was het doel van Jezus. En er is maar één verlangen op dit moment. En Jezus is continu voorbeden voor ons aan het doen. Om ons klaar te maken voor zijn werk. Wat hij deed op deze aarde, mogen wij voorzetten. Wat hij deed door de Heilige Geest, mogen wij doorzetten door dezelfde Heilige Geest. Daar zijn wij voor geroepen. Dat is wat ons doel is. Doel is dat wij gaan wandelen als zonen en dochteren van God. Dat is ons doel. Jezus is een leger aan het klaarmaken. Een elite troepen. Meer dan de commando's. Waarvoor? Om zijn wil te doen. Wij mogen in zijn wil wandelen. Als wij aangeklaagd worden op onze identiteit. Van je doet er niet toe, je bent lelijk. Noem het allemaal maar op, je deugt niet. Dan zeg je, Satan gaat achter mij. Want ik weet vanuit het woord. Dat ik een kind van God ben. Ik ben gekocht door zijn bloed. Ik ben gekocht door zijn liefde. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben met Jezus opgestaan. En ik wandel in zijn kracht door zijn Heilige Geest. Dat is wie we zijn. En vanochtend, toen ik hier over nadacht gisteravond, het evangelie, snappen we dit. Als we mensen tegenkomen, dat we onze ogen gaan stralen, dat ze zeggen van, wat heb jij?
Jezus. Vorige week, ik was met Johan. Dit is echt cruciaal. En dit is niet om wie ik ben, maar dit is, moet jullie echt tot in het diepst van je vezels begrijpen. Wij zijn de enige oplossing voor deze wereld. Wij. Niemand anders. Geen Poetin, geen NAVO, geen vaccin, niks. Wij zijn de oplossing. Want wij hebben de waarheid. Wij zijn gekoppeld aan de bron. Snappen we dat? Waar jij komt, daar komt Jezus. Waar jij komt, daar komt de Heilige Geest. Waar jij komt, komt het woord. En het woord is vlees geworden. In Jezus werd het woord vlees. Maar in ons is het woord vlees geworden. Waar jij binnenstapt, komt het woord binnen. En het woord was God. Dat is wie wij zijn. Snap dit. En ga in deze autoriteit wandelen. Je hoeft niet te rennen, je hoeft niet te kruipen. Wandelen. Blijf dicht bij hem. En ga ervoor. Toen vanochtend, toen Floris dat beeld deelde met mij, die Bernadette had ingesproken, het raakte me gigantisch. Waarom? Wij en ieder die hier zit, is gekocht door het bloed van Jezus. Jezus is voor jou persoonlijk naar deze aarde gekomen en heeft zijn leven afgelegd. En nou mogen wij in die rust gaan wandelen. Wij mogen in zijn autoriteit gaan wandelen. Wij mogen gaan wandelen in zijn wil. Wat is zijn wil? Zijn wil is dat wij de schoenen van het evangelie aantrekken. Zodat overal waar wij komen, dat wij de blijde boodschap vertellen. Als wij de blijde boodschap vertellen, dan kan de ander ermee doen wat hij wil. Maar dat is jouw opdracht. Je hoeft niet te denken van hij wil die boodschap niet ontvangen. Nee, je moet denken van Jezus wil dat ik die boodschap vertellen. Wat hij ermee doet, moet hij weten. Dat is wie wij zijn. Wat gebeurt er? Vorige week, ik was met Johan. Johan belt me op. Hij zegt, ik moet een fiets halen. Ik sta bij mijn broer. 'S Ochtends ben ik in gebed. Ik zeg, Heer, vandaag ben ik beschikbaar voor u. We gaan naar zijn broer toe. Dus de vrouw van zijn broer vraagt, kom je even binnen voor een bakje koffie? Dank u, Heer. Ik weet dat het van u is. Alles staat bij mij aan. Alle radertjes beginnen te draaien. Alles. Want je weet het. Je wandelt in zijn wil. En als iemand jou uitnodigt voor een kopje koffie, weet dat je ingang hebt. Hij nodigt je niet uit omdat je zuurpruim bent. Nee, hij nodigt je uit omdat hij intimiteit met je wil. Er is iets in jou, waarom zou je dat vragen? En als je je koffie aanbieden uit fatsoen, dan kan je die fatsoen ook gelijk gebruiken. Maar zo simpel is het. Ga in je autoriteit staan. Weet je, deel het evangelie. Weet je, en dan stap ik naar binnen en zeg ik van, Heer, gebruik me als een aardevat. Ik weet het ook niet. Eén ding weet ik wel, zij heeft u nodig. Want als zij u gaat beleiden, dan gaat zij op haar plek het koninkrijk van God uitstralen. Amen? Daar is waarvoor we geroepen zijn. En ik wil jullie deze morgen echt, echt vragen. Misschien kom je hier wel met een diep verlangen en zegt van, ik moet gediscipeld worden. Ik moet nog groeien. Ik heb zo weinig kennis. En als ik naar Floris kijk, of als ik naar Wim kijk, of naar een andere lijfgroepleider, naar andere Wim, of naar Peter, die weten het. Weet je wat ik doe? Ik ken iemand, die heeft het evangelie nodig. Ik nodig hem uit voor zondag. Dan kan hij met ons mee naar de gemeente. En daar zal hij aangeraakt worden, zodat hij het evangelie zal horen en dat hij veranderd zal worden. Mooi! Doe het! En blijf ervoor gaan. Maar er is nog één stap voor. Dat is jouw autoriteit. Jij bent apart gezet om zijn wil te doen. Trek die schoenen van het evangelie aan. Ga er naartoe en leg uit, je bent verloren. Je ligt in zonde. Als je niet onder het bloed van Jezus komt, ga je naar de hel. Dat is wie je bent. En als je gekocht wordt door het bloed van Jezus, ben je een nieuwe autoriteit, mag je wandelen in het licht, dan ben je een kind van het licht en zal je leven tot eeuwig in het licht. Daar zijn wij voor geroepen. En het is goed om hier te zijn. Het is goed om opgebouwd te worden. Het is goed om gediscipeld te worden. En er zijn zoveel dingen waar we in moeten leren. En waar we in moeten groeien. Als ik naar mezelf kijk, ik weet nog zo weinig. Ik kan nog zoveel dingen groeien. Maar dat maakt niks uit van het moment waarin we nu leven. Hetgeen wat je nu weet, kan je nu delen. En hetgeen wat je nu deelt, dat zal zometeen vrucht afdragen. Zo simpel is het. En hetgeen wat Bernadette deelde vanochtend is, het land, God geeft, de zaaier heeft gezaaid. Weet je, dat wij hier zitten, is vrucht van wat God heeft gedaan. Daar moeten we de Heer voor danken. Het feit dat we hier zitten, dat we mogen zeggen, Abba, Vader, is het feit dat God
het werk heeft gedaan. En als je af en toe twijfels hebt, of geloofstwijfels, en denkt van, is het wel voor mij? Ga terug naar het woord, want in het begin was het woord, en daar het woord was God. Ga terug. Blijf net zo lang citeren tot er een doorbraak komt. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat en voor eeuwig leven heeft. Ga niet weg als je aangevallen wordt in je denken. Ik werd gisteravond op het hoogste niveau aangevallen in mijn denken. Weet je, Annemarie liep weg. Je staat er in je eentje, onder een normale kamerlamp. Ik denk bij mezelf, wat ben ik aan het doen? Ja, dat is wat ik dacht. Weet je, maar dat is niet wie ik ben. Ik ben een geliefd kind van God. Geroepen om hem te aanbidden. Geroepen om hem groot te maken. Dat is wie ik ben. En dan sluit je je ogen en dan doe je ogen dicht en zing je, Heere, zing u dat lied in mijn hart, want ik kan het niet. En dan gaat hij voor je zingen. En dan gaat jouw geest met zijn geest meezingen. Dat je een geliefd kind bent van God. Weet je, en dan komt hij met zijn geest. En hij breekt door. En hij bevestigt keer op keer dat ik een kind van God mag zijn. Niet omdat ik goed ben, maar omdat hij goed is. Hij is God. Hij is Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven voor ons. En als je op die leugenachtige gedachten blijft teren, dan komt het nooit. En dan zak je weg in een moeras. Een moeras van leugens. Weet je, en dat is het enige wat Satan wil. Is dat wij, dat deze elite troepen, wegzakt in een moeras van leugens. Weet je, als jij niet getuigt over Christus, wie dan? Wie dan? Als jij op school zit, op je werk, in de tram, in de bus, als buurman, als buurvrouw. Als jij het evangelie niet brengt, wie dan? Moet God een engel sturen? Omdat hij zegt, dat je zo voor de troon van God, dat hij zegt van, lieve Johannes, ik heb jou alles gegeven, het volle evangelie, maar je was te beroerd om naar je buurvrouw toe te lopen. Ik heb nog een engel moeten sturen ook. Je schaam je eigenlijk toch de ogen uit je hoofd. Weet je, en nogmaals, dit is een huisgezin van God. We houden van elkaar. En als je moe en verzwakt en als het niet lukt, wees hier. Zoek een broeder of een zuster op en wandel in zijn liefde. We hoeven niet voor hem te werken. God kan alles met één vingerknip. Dat is wat ik net zei. In 6 dagen schiep hij de hemel en de aarde. Dat is God. Weet je, hij is almachtig. Maar in die almachtigheid had hij een plan. En jij bent een plan. Jij bent een onderdeel van zijn plan. Wandel in zijn wil. Zodat we zullen leven tot eer en glorie van zijn naam. Weet je, en als er dan leugengedachten zijn over, weet je, ik kan het niet. Of wat moet ik delen? Of wat kan ik doen? Er is altijd iets om te doen. Je kan altijd iets goeds zeggen. Je kan altijd iemand zegenen. Als je in de trein zit en er zit iemand tegenover je en je vindt een foei lelijke pet, dan kan je zeggen, wat heb je mooie schoenen. Weet je, je hoeft er niet om te liegen. Geef hem een compliment. En ik zal je vertellen, liefde kan de Satan kan dat niet. De duisternis kent geen liefde. Als jij iets zegt over zijn schoenen, gegarandeerd dat je respons krijgt. Weet je, en God is degene die de harten bereidt. Als jij deelt over zijn schoenen, wat heb je mooie schoenen? Hij vraagt, dankjewel, waarom geef je dat compliment? Volg Jezus. Amen. Weet je, buit je tijd uit. Zorg dat je klaar wordt. Zorg dat je gaat voor Jezus. Want ik zal je één ding vertellen. Als je, misschien ken je hem wel, pas kwam er zo'n filmpje van Joe Beukers. Die rijdt zo'n Mercedes 6x6, goudkleurig. Helemaal wappie. Zit aan de trainen en zulke spierballen heeft hij. Je weet niet wat je ziet. Ja, echt waar. Maar hoe komt dat hij zulke spierballen hebt? Hij traint eigenlijk helemaal suf in die sportschool. Als wij zulke geestelijke spierballen willen hebben, weet je wat we moeten doen? We moeten ons suf trainen in de geestelijke sportschool. Ja, weet je, niet dat we geestelijke reuzen worden, dat we alles maar kennen. Nee, maar dat we weten hoe we mogen wandelen door de wil van God. Waarom? Je bent een zoon van God. Je bent een dochter van God. Daarom. En ik zal je vertellen, hoe meer je hierin uitstapt, hoe meer je hierin gaat groeien. Wat ik zei, een paar weken geleden toen de Heilige Geest heel direct op mij zei, Johannes, je mag deze boodschap niet delen, ik heb een andere boodschap voor. Ik wist me geen raad. Het liefste belde ik op en zei, ik heb COVID. Dat is het liefste wat ik had gezegd. Echt waar, ik meen het serieus. Ja, het is funny, maar het is echt waar. Maar dat was het niet.
Weet je, ik had het nooit willen missen, dat moment. Maar toen ik gisteravond dat moment weer ervaarde, zei ik, Heer, het is goed. U wil geschieden. En de Heer geeft me de woorden nu. Weet je? Dit is voor jullie. Weet je? Wij zijn zijn kinderen. Wij zijn zijn volk. Wij mogen de wereld intrekken om het evangelie te vertellen. En buit je tijd uit. Want weet je, misschien nog dit, en dan komt hij terug. Misschien nog dit, of het is je laatste adem. Misschien nog dit, of er komt een kernbom en er is niks meer. Weet je, de wereld is in rep en roer. Het bloeit uit miljoenen wonden. En wij hebben het antwoord. Wij hebben het antwoord. Jezus alleen. Ik zou je zo willen vragen, ik zou je willen smeken. Ga in je autoriteit wandelen. Want als jij in je autoriteit gaat wandelen, dan ga je groeien in geloof. En als je groeien gaat in geloof, wat gebeurt er dan? Dan heeft de Satan geen zin meer in je. Tuurlijk, hij heeft altijd zin in je. Maar hij zoekt altijd de zwakke. Het is een smeerlap. Weet je, hij is al 6000 jaar bezig om als mensenmoordenaar zielen te roven. Te roven van wie? Van God. Wij zijn zijn eigendom. De hel is gemaakt voor de Satan en zijn demonen. Niet voor ons. Niet voor de mensen. Dat is de leugen die ons aansmeert. De hel is gemaakt voor de Satan en zijn trabanten. En wij zijn gemaakt tot eeuwig leven. Wij zijn gemaakt om koning Jezus te aanbidden. Met geest, ziel en lichaam. Daarvoor zijn wij gemaakt. Wie komt er tot zijn doel als wij het evangelie niet delen? Wie? Satan. Wie komt er tot zijn doel als wij sippen in een hoekje zitten en God niet aanbidden? Kiest gij heden wie gij dienen zult? Maak een keus in je hart. Maak een keus dat je zegt, Jezus, vanaf dit moment is er niks meer wat tussen u en mij mag staan. Ga ervoor. Weet je, de tijd is kort. De tijd is gigakort. Het is ongelooflijk hoe kort het is. Ik ben 35 jaar. Als ik er nog eens een keer die 35 jaar bij krijg, is het voorbij. Ik ben op de helft. Ja, misschien, nou ja, de laatste 10 jaar mag ik me douwen in een rolstoel misschien. Weet jij veel? Weet je? Maar als ik 70 ben, dan is de meeste energie er wel uit. En tuurlijk, ook daarin kan je de Heer aanbidden. En kan je gebed zijn, dan kan je hem groot maken. Het gaat er niet om dat we op eigen kracht gaan. Maar we moeten wel beseffen dat we deze tijd, en ik zie hier zoveel mooie mensen, schitterende mensen, in de kracht van hun leven. Ze mogen nog keuzes maken over school, over werk, over plek waar ze gaan wonen, over relaties, over alles. En als jullie al deze keuzes maken met Jezus, dan wandel je in zijn wil. Weet je, en dan hoeven we niet overspannen op zoek te gaan naar, oh heren, bij wie moet ik het evangelie delen? Of heren, wat moet ik doen voor u? Nee, je wandelt in zijn wil. En als je in zijn wil wandelt, dan weet je dat je het evangelie mag delen. Dan weet je dat je soms je mond mag houden. Dan weet je dat je soms je portemonnee moet trekken en iemand moet zegenen met je geld. Dat weet je. En dat is een feest. En als het niet goed gegaan is, zeg je, Heer, vergeef me. Morgen weer een nieuwe kans. En ik geef die je. En ik wil jullie zo vragen, ik wil het jullie smeken. Het is goed om te verlangen om gediscipeld te worden. Het is goed om met verlangen naar de lijfgroepleiders te gaan. Of naar de oudste. Om ergens in te groeien, dat is goed. Maar jouw verantwoording ligt in het feit dat je op dit moment een keuze kan maken en zeggen, Jezus, aankomende week ga ik iets brengen van uw koninkrijk op een plek waar het nu gigantisch duister is. Weet je? Dat is waarvoor we geroepen zijn. Dat is waarom we gemaakt zijn. Om Jezus te aanbidden. Om Jezus groot te maken. Om Jezus te dienen. Ik verlang er zo naar dat wij een elite troepen worden. Die altijd 24-7 paraat staat om zijn wil te doen. Een elite troep is niet toevallig een troepen omdat ze zo goed getraind zijn. Tuurlijk, dat was er ook bij. Maar er zit ook beginners bij. Maar weet je wat de kracht van een troep is, van de commando's of van het leger? Ze zijn standaard 24-7 beschikbaar. En daar gaat het om. Zijn wij beschikbaar? Leggen we leugengedachten af? En gaan we wandelen in de waarheid?
Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij komt toe alle eer en glorie. En ik snap, als je worstelt en als er moeilijkheden zijn, dat je soms even een periode hebt dat het niet gaat. En ik snap dat. Maar wat ik niet snap, is dat je daarin blijft hangen. En hoe meer je dit gaat leren, hoe meer je in die autoriteit gaat wandelen, hoe meer je gaat zien dat Jezus tot zijn doel gaat komen door ons heen. En ik verlang er echt naar dat hetgeen wat hier al gaande is, dat zo krachtig gaat manifesteren. Weet je, God is zo'n machtig werk in jullie aan het doen. Dat wil je niet weten. Dat wil je echt niet weten. En we hebben zo'n krachtig team achter ons staan die voor ons bidt. Dat je vanochtend, dat kan je je niet voorstellen. Ik kon me eigenlijk dat 2 jaar geleden niet voorstellen. Dat er een vrouw is in Afrika die aan het bidden is voor ons hier als gemeente. Die een berichtje stuurt van, lieve broers en zussen, ik denk dat jullie iets anders nodig hebben vandaag. En dat is eventjes een bemoediging in wie jullie zijn en waar jullie voor geroepen zijn. Dat je een berichtje binnenkrijgt en dat we mogen zeggen, dank u Heer. Dat je hier staat te bidden achter het gordijn en dat je keer op keer bevestigingen hoort. Dat God in ons woont, het bevestigt en zichzelf troont. En weet je wat dat bevestigt? Dat bevestigt vers 8, de wind waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid en u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo knoop dit in je oren. En dit is zo'n bevestiging voor ons, ook deze morgen weer opnieuw. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Omdat wij uit de geest geboren zijn, kan God dit met ons doen. Prijs God in eeuwigheid dat hij ons hiervoor geroepen heeft. Prijs hem tot in eeuwigheid hiervoor. En ga wandelen in zijn autoriteit. Leer je eigen het evangelie. Leer hoe je gaat wandelen in zijn autoriteit. Stap uit, zodat je zal groeien in geloof en in vertrouwen in hem. Stap uit om zijn wil te doen. Daar zijn we voor geroepen. En als je het evangelie niet snapt, ik heb het heel lang niet begrepen. Als mensen aan mij vroegen, ja, waar geloof je in? Ja, ik ga naar de kerk. Of waar geloof je in? Ja, in Jezus. Maar ik snapte de kern van het evangelie niet. En als nu mensen aan mij vragen, waar geloof jij in? Dan zeg ik, geloof ik in een levende God, die op dit moment in mij woont. Die tegenover jou staat en ik mag het evangelie met je delen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan spreek je met kracht en autoriteit. Paulus zei ook, ik kom hier ook in geest en kracht. Hij kwam daar niet met wijsheid, met slimme woorden, met een goede speech. Hij kwam daar met kracht. Waarom? Hij kende zijn autoriteit. Ik vind dat altijd zo'n mooi voorbeeld. Al heb je het over autoriteit. Als er een politieagent in zijn burgerkleding staat en hij wandelt hier naar buiten. Neem Hans. Hans is politie. Hans zit daar in zijn burgerkleding. Hij loopt hier naar buiten, gaat op de straat, steekt zijn hand in de lucht. Komt er een auto aan, duwt het een keer, van, oké, niet aan de kant. Hij zegt, nee, ik ben politie, je moet stoppen. Laat me zien. Ja, zie je niet toch, maar ik ben wel politie hoor, echt. Niemand die hem gelooft. Hans zit hier in zijn kostuum, revolver, pepperspray, weet ik wat allemaal. Hij heeft zijn badge hier ook. Hij gaat daar staan, steekt zijn hand op, hij hoeft niks meer te zeggen. Hij hoeft niet eens meer te zeggen wie hij is. Ze weten het. En iedereen doet gelijk zijn gordel om, legt zijn telefoon onder zijn stoel en verzint allerlei dingen om te zorgen dat hij geen boete kan geven. Toch? Dat is toch zo? Iedereen is gelijk druk omdat ze alleen al zien wat daar staat. Het is dezelfde Hans. Weet je, er is eigenlijk niks veranderd. Het enige wat er veranderd is het kostuum. Zo is het ook met ons. Weet je, soms voel je in jezelf, er is niks veranderd. Zoveel ellende, zondige, verkeerde verlangens. Twijfels, is het wel voor mij? Hier heb ik gefaald, daar is het fout gegaan. Daar ben ik uit mijn slof geschoten tegen mijn kinderen. Daar heb ik verkeerd gereageerd op mijn werk. Daar heb ik in het verkeerd niet goed gehandeld. Klopt, hebben we allemaal. En dan bij alle keren dat je dat hebt, zeg je, Heer, vergeef mij. Want ik weet, u heeft mij gekocht toen ik nog vijand was van u. U heeft mij gekocht met uw kostbaar bloed. Nu ga ik het anders doen.
En nu doe je het anders. Want wat is er gebeurd? De Heilige Geest is in jou komen wonen. Jij belijdt dat Jezus Christus Heer is. En je bent gedoopt met water en met de Geest. En wat gebeurt er? Daar kom je aan. Volledig in het kostuum. Wapenstok, geweer op zak, de hele wapenrusting, schoenen van het evangelie. En daar sta je. Je hoeft niks te doen. Je staat daar in kracht. Waarom? Niet omdat jij goed bent, omdat je een autoriteit achter je hebt staan. Welke autoriteit heb je achter je staan? De autoriteit van Jezus. Daar mogen we in gaan wandelen. Sterker nog, daar moeten we in gaan wandelen. En ga ervoor, want de tijd is kort. En Jezus wil dat we gaan. Want Jezus wil dat er nog velen gered worden. Weet je, de wereld ligt er verloren bij. Er zijn zoveel mensen. Doe een momentje ogen dicht. Ga even wat namen langs. Die Jezus niet kennen. Laat het even op je inwerken. En denk erachteraan. Als ik ze nou het evangelie vertel en ze zullen het aannemen. Is er weer eentje voor koning Jezus. Weet je? Al is het er maar één. Daar zijn we voor geroepen. Stap uit. Ga in je identiteit staan. Wandel in je identiteit. Ga met zijn kracht. Als God voor ons is, wie kan er tegen ons zijn? En dat staat over de Satan. Wat staat over hem geschreven? Hij gaat rond als een poesie. Een brullende leeuw. Het is een poesie. Hij kan niks anders dan brullen. Weet je, vanochtend hadden we het beeld over een kraai. Weet je, als je hier naartoe fietst, dan hoor je mooie vogeltjes. En dan hoor je zo'n kraai tussendoor. Dan hoor je de mooie vogeltjes niet. Weet je, dat is de Satan ook aan het doen. Je wandelt in zijn wil. Je bent een kind van de Allerhoogste. En hij brult er tussendoor. En dat schrik je af. Wat je moet denken is, hey poesie, jij hoort in een kooi hoor. Dat is zijn autoriteit. Hij zit in een kooi. Gevangen door koning Jezus. Hij is vertrapt. Het enige wat hij nog kan doen is brullen. En op zoek naar een ieder die bang voor hem is. En als je bang voor hem bent, ja, dan zal hij het pakken nemen ook. Want dan denkt hij, ik zal gaan. Maar als je niet bang bent. En je hoeft niet bang te, of je hoeft niet te staan in eigen kracht. Het is niet dat wij toevallig zo goed zijn. Maar je mag schuilen achter het bloed van Jezus. Hij brult. Jij zegt, het bloed van Jezus. Dat is gelijk. Dat is je immuunsysteem. Satan, ga weg. Ga achter mij. Jezus heeft betaald. Dat is het evangelie. Dat is onze identiteit. Dat is waar we uit mogen gaan wandelen. En ik hoop en ik verlang en ik bid ernaar dat we vanochtend ons hiernaar uitstrekken. En toen we aan het aanbidden waren, wat Floris ook zei, het leek net wat er een deken over ons heen lag. Ik ervaarde het ook. En het is, weet je, we hoeven het niet te maken. We hoeven hier ook niet met heel enthousiast, en het is niet geboren enthousiasme, maar het is geboren in een zeker weten. En als God hier in ons midden is, dan mogen we met heel ons hart hem aanbidden. We moeten hem aanbidden, we moeten hem groot maken. Waarom? Hij heeft alles gedaan voor ons. Mag hij dan ook alles van ons? Weet je, laten we een moment stil zijn. Onze ogen sluiten. Vraag aan de Heilige Geest. Heilige Geest, laat mij allemaal naam in mijn gedachten komen van mensen die verloren liggen, omdat ze u niet kennen. Omdat ze misschien nog nooit van u gehoord hebben. Omdat ze misschien nog nooit het evangelie helder gehoord hebben. Misschien zijn het mensen die verkeerde indrukken hebben van de kerk. Misschien zijn het mensen die teleurgesteld zijn. Misschien zijn het mensen die kapot zijn gegaan, verscheurd van binnen. Heere, geef ons die namen. Heere, en dan vragen we u ook, Heere, geef ons een brandend gebed, een brandend verlangen, dat we in onze autoriteit gaan wandelen. Heer, dat we zullen opstaan als soldaten van u. Dat we het zwaard kunnen hanteren. Dat we van de week de moed zullen krijgen om op te gaan staan. En om in uw wil te gaan wandelen. Om het evangelie te brengen. Heer, om mensen een compliment te geven. Om mensen te zien. Om mensen op te bouwen. Heer, en om zo met kleine lichtstraaltjes misschien. Heer, naar binnen te breken. Dat uiteindelijk het grote licht zal doorbreken. Heer, en als we opzien naar u, dan zien we niet meer naar onszelf.
Heren, geef ons die les ook, heren, dat we naar u kijken. Dat we echt mogen zien wie u bent. En dat we daarom niet meer op onszelf kijken. Meer van u, Jezus. U moet meer worden. En wij minder. Heer, ik verlang er zo naar. Dat als we over een jaar terugkijken. Dat deze groep verdubbeld is. Heer, niet omdat wij goed zijn. Maar omdat u dan verdubbeld tot uw eer komt. Heer, er zijn dus dubbele stemmen die u aanbidden. Er zijn dus dubbele levens die uw naam groot maken. Heer, en als dat dan een jaar later weer verdubbelt. Heer, dan zetten we de wereld op zijn kop. Zoals in Handelingen. Heer, dat is ons gebed, dat is ons verlangen. Heer, en leer ons om met alle kleine zondes, die niet klein zijn, misschien in onze eigen ogen, om daarmee af te rekenen. En om zo in uw wil te wandelen. Leer ons, geef ons moed, Heer Jezus, om te gaan voor u. Om op plekken te getuigen waar we van nature niet willen getuigen. Heer, geef ons kracht en wijsheid om daarin uw wil te doen. Heer, uw wil geschieden in de hemel, als ook op deze aarde. Amen. Ik wil vragen of dat de aanbiddingsteam vast naar voren kan komen. En we zijn ongelooflijk veel teksten. Ik heb twee liederen heb ik in.